De Zwarte Man. Een luisterspel van Wolfgang Kraats in de vertaling van Louis Povel. De personen zijn een vriendeling Jan Burkes. Een onderwijzer Jacques Snoek. Burgemeester Louis de Bree. Caféhoudster Nel Snel. Carl Tony Folletta. Annie Hetty Berger. De regie heeft Leon Povel. Griekse onderwereld. Hades? Ja. Ja, ja. De schoolmeester geeft al dit raadseltjes op. Ja, ja, ja. Dat bevordert de algemene ontwikkeling, mevrouw, en het denkvermogen. Ja, reken maar. Wat moet je vandaag de dag ook beginnen? Er is immers niks te doen. Als ik eraan denk wat we vroeger voor een leven hadden in Nijtlingen. Dat is waar. Onze voorvaderen hadden nog levenskracht en sterke instincten. Ja, dat is een feit. Ja. Geef u nog maar een rondje pils. Annie. Nog een rondje voor de burgemeester. Komt eraan. Wat is er vandaag op de tv? Oh, zal er weer zoiets onmogelijk zijn. Oh, net als gisteren. Ik hoor met je hersens niet bij. Nou, ik zou toch willen zeggen dat... Dat was toch in zekere zin... Annie, wat is er op de tv? De Flintstones, mevrouw. Oh. Eén rondje pils, burgemeester. Oh, leuk. Oh, dat is altijd heel erg. Dankjewel, Annie, dankjewel. Er moet er echt wat van mee. In ieder geval is het niet zo ondermijnend als sommige andere dingen. Ik vind het altijd grappig als die mekaar in de haren zitten. Dat is zo leuk. Ja, ja, dat heeft een mens nodig. Er is niets op tegen, burgemeester. Ja. Voor zover men lering trekt. Tuurlijk, lering moet je trekken. Ja, als slot verzoenen ze zich ook. Altijd weer, dat is de zin van een kunstwerk. Een harmonie aan te wijzen, zou ik willen zeggen. Of er een te scheppen. Ja, zeker, zeker, zeker. Toch zeker. Fijn dat je dat nog hebt, de tv. Ja, anders had je immers niks. Anders was je helemaal dood. Ja, vooral sinds die Mieske er niet meer is. Daar heb je gelijk in. Die heeft genoeg toneeltjes opgevoerd. Je mist hem nou echt. Hij hoorde er nou eenmaal bij, hè? Zoals de schaduw bij het licht, bedoelt u zeker? Er was in het dorp tenminste altijd wat te doen. Ja, en er waren niet zoveel wrijvingen. Ja, die Mieske heeft het allemaal opgezogen, als een spons. Daar zit een greintje bij, hè, ja? In, als je de dingen goed beschouwt. Jammer dat we die kwijt zijn. Oh, nou, ook voor de kinderen. Dat kan ik als onderwijzer beamen. Nou hebben ze helemaal niks meer waar ze zich een beetje op kunnen uitleven. Ze zijn nu heel moeilijk te hanteren en ze zitten vol kwaadaardigheid. Ja, geen wonder als die geen uitlaat vindt. En als ze geen voorbeeld meer zien. Ja. Ik laat toch gelezen hoe belangrijk een voorbeeld voor de kinderen is. Nou, dat die Mieske een bijzonder goed voorbeeld geweest zou zijn, kan ik werkelijk niet beweren. Ja, wie heeft het over goed? Nee, dat zegt toch niemand? Goede voorbeelden hebben jullie veel. Oh, juist. U bedoelt, een zeker contrast is er nodig. Hoe zal ik het zeggen? Mevrouw, in de gelagkamer is een vreemdeling. Of een kamerzetter. Zo. Een vreemdeling? Nu, tegen de avond. Wat is het, een vreemdje? Vertegenwoordiger, geloof ik. Die vertegenwoordigers, burgemeester, een echte lamplaat. Hoe praat hij dan? Sleep alleen maar het geld. Uit het dorp weg. Eigenlijk je gewoon, mevrouw, zoals wij. En ze ondergraven het plaatselijke zakenleven. Wat voor kleren draagt die, Annie? En hun belasting betalen ze ergens anders. Eigenlijk heel gewoon. Als ze zelf betalen. Heeft hij gegeten? Schnitzel, ongepaneerd. Wat? Ongepaneerd? En kaas toe. Kaas toe? Ja, ik vond het ook een beetje gek. Een exotie. Goeie hemel. Of rus. Maar hij praat zoals wij. Dat zegt niets. Die wil zich als iemand anders voordoen. Dat doet de Russen altijd. Ja, stond onderlaatst nog in de krant. Ja, maar mevrouw, wat moet ik er nou zeggen? Nou, laat hij er maar eerst eens bij komen zitten. Hier, bij ons. Ja, dan zien we het wel. Ja, momentje. Ik wil toch eens even kijken. Ja. Ja, natuurlijk. Een wagen heeft hij ook. Hebben ze allemaal. Verdienen immers geld als water, die vertegenwoordigers. Een grote Amerikaan.
Amerikaan? Dan heeft hij dollars. Of hij Amerikaan is. Dat zei u toch? Ik heb alleen maar door het raam een Amerikaanse wagen gezien. In elk geval heeft hij geld. Ja, dat is de hoofdzaak. Naar zijn geld mag je een mens natuurlijk niet beoordelen. Ja, maar wie het niet heeft, vertrekt zonder te betalen. Ja, en doet nog andere dingen. Ja, en toch zou ik... Stil, daar komt hij. Goedenavond, dame. Goedenavond. Goedenavond. Schmidt is mijn naam. Hoe maakt u het? Welsch. Onderwijzer, helaas. En dat is onze burgemeester. Stumpf. Ik heb er geen zin mee te maken. Laat u gerust zitten. Annie, zet meneer de glas hier, meneer. Ja, dank u. Een mooi plaatsje, dit, Neidlingen. Dat wel. Ja, nog helemaal overvast. Ja, overal het echte, oude, ware. Bent u, Annie zegt dat u vertegenwoordiger bent. Oh, nee. U kunt het gerust zeggen, hoor. Oh, we zijn ook heel fatsoenlijk onder. Ik ben helemaal geen zakenman. Maar ook geen Amerikaan. Wel, nee, in geen geval. Toerist, vermoed ik. Iets dergelijks. Zo. Oh, dat is wat anders. Dan bent u bij ons welkom. Dat is heel vriendelijk van u. De toeristen zien we graag. Die brengen geld. Wij zijn blij als iemand de goede dingen van onze geboortegrond weet te waarderen. Ja, ik hou van dit oude landschap. Dat zijn oude kastelen, oude klederdrachten en gebruiken. Ja, daar zijn wij trots op. Ja, terecht. We hebben hier de oudste stadsmuur van de hele streek. En de beroemdste hongertoren. Met de beroemdste folterkamer. Ja, bij ons is alles nog traditie. Maar in de kamer boven heeft u natuurlijk oliestook en stromend water en alles. En naar de Stuikenbusch boven gaat een kabelbad. Ja, op het meer kunt u waterskiën. En handjes krijgt u van de grill. Verbazingwekkend. Ja, we gaan met onze tijd mee. Altijd openstaan voor het nieuwe. Ja. Wij blijven niet aan de kant staan. Hoe lang blijft u eigenlijk? Dat weet ik nog niet precies. Nee. Blijft u gerust, zolang Bruintje het kan trekken. Nijdlingen heeft een interessante omgeving. Een eigen wijnbouw. En een niet minder interessant verleden. Nijdlinger Goldhertje, als u die wijn kent. Onze schoolmeester maakt namelijk een studie van het verleden. Oh, dat is heel interessant. Ik stel graag tot uw beschikking. Als u zich interesseert voor de folterkamer... Of u wilt de kamer daar in de tijd augustus de kernachtige... Of wetenswaardigheden over de derde graadsondervraging op de pijnbank. Ja, daar weten we nog alles van, hoor. Dat gaat bij ons van vader op zoon. Ja. Ik ben u graag van dienst met toelichting. Dat is bijzonder vriendelijk van u. Toeristen zijn altijd welkom bij ons aan de Rijn. Aan de wat? Aan de mooie blauwe Donau. Ja. Of is u het Schwarzwald liever? Of de Hart? Of Heidelberg, de Fijne. Ja, wat heeft u het liefst? Nou, eerlijk gezegd... U mag uitzoeken. Ja. U bent hier gast. Ja, voor gasten doen we alles. Binnenkort willen we zelfs een poortax gaan hebben. Ja, dat u waar krijgt voor uzelf. Ja, dan kunt u zeggen dat u in een koeroord zit. Onze hooggelegen bossen zijn rijk aan ozon. Ja. Zij zijn een levensbron, zoals ik het destijds in de prospectus geformuleerd heb. Ja, onze schoolmeester is namelijk ook dichter. Zo. Streekdichter. Hubert Welsch. Misschien heeft u zijn boek al gelezen? Het krekeltje in het woord. Nee, tot mijn spijt, nee. Ah, mooi boek. Karl heeft het gelezen, onze knecht. Toen hij met een gebroken been lag. Ach, interessant. Het gaat als het ware om een lofzang over het onvervreemdbaar eigene van deze streek. Werkelijk, hoogst interessant, ja. Want bij ons vindt u alles nog zo als u het ergens anders helemaal niet meer vindt. Ja, dat is me trouwens opgevallen. Hè? Ja, alles nog zo idyllisch, ja. Zo eenvoudig, zonder pretenties. Ja, zijn we erg op gesteld. Het volk hier heeft zijn onvervalst gemoed bewaard, zou ik willen zeggen. Ja. We hebben ook nog passiespelen. En huisslachting. Ja. En een heemkundemuseum. Ja. TBC-vrije merk. Ach, dat is allemaal bijzonder. Ja, bijzonder. Zeker. Ja, dat is het. Ja. Eerlijk gezegd, ik ben al van plan me hier in Nijlingen te vestigen. Oh,
te vestigen? Voor goed? U wilt hier domicilie kiezen, als ik het goed begrijp? Als u er geen bezwaar tegen hebt, nee. Dat dient overwogen te worden. Ja, dat zeker. Dat zeker. Ik wil wel vanzelfsprekend niet opdringen, natuurlijk, hoor. Wat wilt u hier dan gaan doen? Een zaak openen soms. Of een café? Oh, nee. Ik ben de man van de wetenschap. Oh. De onderzoeker. Wat onderzoekt u dan? Hier bij ons wilt u gaan onderzoeken? Jazeker, kijk, ik ben namelijk antropoloog. Dat is de wetenschap van de mens. Heel juist. Maar daar hebben wij het hier niet op. Maar niet op de antropologie? Straks wordt alles maar omgespit. Omgespit? Oh, wel, nee, absoluut niet. Hier wordt niks omgespit. Dat zou nog mooier wezen. Ja, begrijpt u mij niet verkeerd alsjeblieft. Wat onderzoekt u dan als ik vraag maar? De mens, hè. Ik zoek de mens als het ware in zijn oertoestand. Oh. En dus moet u hem opgraven. Maar hier wordt niks opgegraven. U kunt volkomen gerust zijn. Iets dergelijks ben ik helemaal niet van plan. Hoe denkt u hem dan te vinden, uw oermens? Oh, maar er is helemaal geen sprake van oermensen. Dat zei u toch? Ja, denkt u soms dat er bij ons nog wilden zijn? Luister, u begrijpt me werkelijk verkeerd, hoor. U dient zich zo uit te drukken dat u niet verkeerd begrepen kunt. Allereerst moet ik verklaren dat ik geen archeoloog ben. Dat verwisselt u blijkbaar, archeoloog. Dat verschil hoeft u mij niet uit te leggen. Wat zoekt u dan eigenlijk? Nou, zoals ik u al zei, de mens. Hè? En als ik over de mens in de oertoestand spreek, dan bedoel ik meer het oorspronkelijke, hè? Het eeuwige in de mens. Ach, het eeuwig menselijke. Oh, zo. Nou ja, dat is goed. Ja. Net zoals dat we bij de Flintstone. De menselijke natuur als zodanig, bij wijze van spreken. Als zodanig. En in die hoedanigheid? Ja, waar de mens toch geheel natuur is en niet vervreemd van die natuur. Waar de kern van zijn wezen nog niet door de kanker van de beschaving is aangetast, om met de filosoof te spreken. Oh, zoals bij Mieske, bedoelt u? Mieske? Nou ja, zacht uitgedrukt, een origineel exemplaar. Van gek. Werkelijk. Ja. Op deze in zekere zin natuurlijke bodem? Een vreemdeling. Vandaar. Oh, daar schrik me eens te binnen. Het huisje van Mieske staat nog leeg. Ja, dat kunt u huren. Ja, van de gemeente. Ja. Die Mieske komt toch niet meer terug. Die zit in een inrichting. Nee, toch. Karel kan het u eens laten zien. Karel! Er wordt hier niks opgegraven. Oh, maar dat denk ik in de verste verte niet aan. Karel! Doet u toch geen moeite, alstublieft. We zijn blij als er iemand, weer iemand woont. Hè? Ja, anders heb je altijd het gevoel dat er iemand ontbreekt. Ja, dus dan als ik u een plezier mee kan doen, dan met genoegen natuurlijk. En mevrouw? Je moet die meneer eens het huis van Mieske laten zien, Karel. Als u zo vriendelijk zou willen zijn, Schmied is mijn naam. Maar nee, ik zie toch dat u daar net iets aan wat knutselen bent. Duimschroeven. Voor het passiespel. Oh, dat is interessant. Een pijnbank hebben we ook. Er wordt u opgespannen. En als ik er aan draai, trekt hij u langzaam uit elkaar. Dat leren ze bij ons allemaal op school. Ja, ik tracht de jeugd op die manier met de waarden van het verleden bekend te maken. Dat is zeer prijzenswaardig, ja. Wanneer vinden die passiespelen plaats, als ik vraag mag? We moeten eerst weer een nieuwe Mieske hebben. Die behouden zit immers in het gekkenhuis. Oh, ja. Misschien kan die meneer... Dat zal wel blijken. Als ik ergens mee van dienst kan zijn, mijn best. Laat hem eerst nou maar eens het huis zien, Karel. Ja. Als hij er een poosje in woont, dan zien we wel. Ja, dat is waar. Als hij er eerst maar eens in woont, dan zal hij wel wennen. Oh ja, natuurlijk. Ik pas me heel gemakkelijk aan. Daar kun je gerust op vertrouwen. Oh. Nou, komt u dan maar. Later zien we wel. Vanzelfsprekend. U moet me natuurlijk wel uitleggen wat ik te doen heb, hoor. Dat kan onze schoonmeester het beste, hoor. In de komende dagen. Als u een beetje gewend bent. Nou, ontpopt hij zich al een beetje. Koud 3 weken hier. En hij begint al aanmerkingen te maken. Dat heb ik hem dadelijk aangezien. Dat zit erin, in die mensen. Bij die Mieske was het ook zo. Natuurlijk, hetzelfde type. Mag ik nog een koffie, juffrouw Nien? Hij zegt altijd café. Niet waar, Karel? Een dikdoenerij. Nou ja, dat is... Kijk eens, ik zou willen zeggen... Met die auto, dat heeft ook niet geklopt. Nee, die was helemaal niet van hem. Dat heb ik dadelijk gedacht. Was van de veehandelaar het Krotsenboer. Waar zou die ook een auto vandaan moeten hebben? Heeft toch geen geld?
En dan komen ze hierheen en denken, hier kunnen ze wat klaarstoken. Ik vond het direct al merkwaardig. Zo'n Amerikaan, wat die niet kost. Zou willen weten waar hij het geld vandaan heeft. Deze jongens hebben altijd geld. Wie weet waar vandaan? Uit duistere bronnen. Misschien het die mensen achter zich. Dat heb ik onderlaatst nog in de krant gelezen. Dat soort dingen wordt altijd internationaal gefinancierd en geleid. Zou die vermetselaar zijn? Best mogelijk. De burgemeester zegt dat hij een vermomde Rus is. Mevrouw zegt dat het een Jood is. Of een emigrant. Of een communist. Natuurlijk. Of, wat heeft Schaaf ook weer gezegd? Intel of... Intellectueel. Ja. Dat is nog erger, nietwaar? Nou, ik zou zeggen, in zeker opzicht, is een zeker decadentieverschijnsel. Ah. Ja, het is een decadentieprobleem, bij wijze van spreken. Een neiging tot de destructieve die deze lieden kenmerken. Naar de kerk gaat hij ook niet. Omdat hij vrijmetselaar is, die zijn zo. Ja, die zetten overal samenzweringen op touw. Zeker, daarom zijn ze zo gevaarlijk. En dan doen ze zo, met kaarsen en een doodskop. En als er dan een nieuwe bij wil komen, moet er eerst iemand doodmaken. Ah, dat zie je me helemaal niet aan. Dat zie je die lui nooit aan. Dat maakt ze bijzonder gevaarlijk. Het is toch ook vreselijk. Zoiets moesten ze toch uithoren? Vanzelfsprekend. Maar wij zijn jammer genoeg aan handen en voeten gebonden. Ja, anders maken ze in het buitenland meteen weer gruwelpropaganda. En dit is er ook zo eentje. Toen hun laatste lading mest in de gang gekiept hebben... Is je meteen naar Sheriff geholpen. En als ik Mieske tegen hem zeg, wordt hij altijd woest. En dan begint hij te schreeuwen dat hij dokter Schmid... Ja, dat kan iedereen beweren. En of? En toen we ze ruiten zwart geverfd hadden, toen stond hij ook meteen op zijn achterste poten. Die lui hebben geen gevoel voor humor. Nou, dan hoeft hij zich ook niet te verwonderen dat niemand de macht. En dan komt hij weer aan zitten en heel zoete broodjes bakken. Omdat hij zelf merkt dat hij zich met zijn gedrag buiten de gemeenschap plaatst. Maar soms kun je toch echt medelijden met hem hebben. Ja, maar goeie hemel. Nageschuld. Natuurlijk. Hij heeft nu eenmaal zo'n aanleg dat hij zich in een gemeenschap niet kan schikken. Daarvoor kan hij anderen toch moeilijk verantwoordelijk stellen. En bovendien hebben wij hem niet uitgenodigd. Juist. Die komt hier aan en wil ons vertellen wat we moeten doen. Hij kan ophoepelen als het hem niet bevalt. Heel juist. En als de grapjes soms een beetje hardhandig uitvallen, dan blijkt daaruit alleen maar het gezonde, onverbruikte, dat nog niet verziekt is. Daar komt hij aan. Ja. Nou, dan smeer ik hem, want we willen weer een donderbus door de schoorsteen in zijn open haartje gooien. Zoals laatst. Ja. Daar vliegt hem de as weer om zijn oren. Daar heb ik helemaal niets van. Toen hij over het marktplein rende, de Sheriff en anders schreeuwde dat ze een helse machine hadden ingebouwd, wilde meteen aangifte doen. Ja, wat verwacht je anders van zo'n vent zonder gevoel voor humor? Chris Scott, meneer Mieske. Mijn naam is Schmid, dokter Constantin Schmid. Voor ons bent u de nieuwe meneer Mieske. Wat ik voor u ben. Ik zou trouwens wel eens willen weten wat er mij aan de hand is. Wat betekent die naam? Ik hoor er constant over praten, maar altijd alleen maar in aanduidingen. Omdat als iemand Mieske zegt, begrijpt de ander het meteen. Nou, dat... Mieske is om zo te zeggen... Zoiets als snert. Wat? Nou, dan weet ook iedereen wat voor soepje het is. Oh, zo. Ja, maar ik begrijp toch niet goed... Had u koffie gewild? Ja, u ook nog eentje, meester? Nee, druivensap. Ik ben voor het natuurproduct. Geen oppeppende vergiften. Dat misbruik is hier pas door vreemdelingen ingevoerd. Maar u heeft toch zelf, zie ik daar... Een kopje bij uitzondering, omdat ik wegens onpasselijkheid als medicijn, om zo te zeggen, maar niet als constant genotmiddel. Dergelijke slechte gewoonten worden hier alleen maar door vreemdelingen binnengesleurd. En dan maken ze ons uit voor hun vijanden als het natuurlijke instinct van het volk probeert dergelijke bedreigingen af te weren. Ja, dat klopt. Daarin heb je gelijk. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Geeft u mij dan ook maar een druiversapje voor Annie? Dan moeten wij zeker ook houden met koffie drinken. Nee, daar is geen sprake van. Ik motiveer alleen maar waarom wij ons te weer stellen tegen deze en gene bedreiging. Ik begrijp het volkomen. Twee druivensap. Dank je. Dank u. Nou kunt u op de broederschap drinken. Op zulke vertrouwelijke toenaderingen stel ik niet de minste prijs. Oh, ik wilde niet... Vat u dat alsjeblieft niet zo op. Mieske heeft het ook geprobeerd. Wat? Zich overal met een smoesje in te dringen? Oh, ja.
waarmee hij uiteindelijk alleen maar geaccentueerd heeft dat hij niet wezenlijk, dat hij voelde dat hij er niet bij hoorde in de eigenlijke zin. Oh, ja. Natuurlijk, ja, dat is... Ja, ten slotte kan men dit soort dingen niet met geweld afdwingen. Dat moet organisch gegroeid zijn, zou ik willen zeggen. Stellig, dat ben ik met u eens. U bedoelt dat zijn aanpassing alleen maar uiterlijk was, niet natuurlijk. Hij zit nu in het gekkenhuis. Dat heb ik al gehoord, ja. Wij konden hem eenvoudig niet langer verdragen. Ten slotte is hij met een mes op ons afgekomen en schuim voor zijn mond had hij. Een amok maken? Mm-hmm. Juist. Hij heeft zich nu eenmaal nooit kunnen aanpassen. Dat zat zo in hem. Ja. Zoiets bestaat. Daarna heeft hij geprobeerd zichzelf te berechten. Maar ze hebben hem nog losgesneden, toen hij al ging. Moet er afschuwelijk hebben uitgezien. Ach, toen is het dan definitief doorgebroken. U bedoelt dat het erfelijke aanleg was? Heeft de pastoor ook gezegd. Altijd de erfzonde. Zeker, zeker, zeker. Maar of het, ik bedoel, medisch, biologisch al in hem gezeten heeft. Natuurlijk. Anders was het immers niet doorgebroken. Ach, ja, ja, natuurlijk. Die conclusie is onaanvechtbaar. Ja. Zegt de pastoor ook, zoiets krijgt een mens altijd al in de wieg mee. Of zoals de dichter zegt, zoals de mens eindigt, zo heeft hij geleefd. Zeker, dat is. Wie als 30-jarige sterft, heeft ook in alle vervlogen stadia van zijn leven het leven van een 30-jarige geleefd. Een interessante gedachte. En wie aan de galg eindigt, die is dus een galgebrok geweest. Dat ligt voor de hand. Oh ja, 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 daar is niet aan van komen. Heeft de pastoor ook gezegd, zo iemand draagt de kiem altijd al in zich? De entelechie, om met de dichter te spreken. Goethe, Goethe, heel juist. Daarbij was er eerst niks aan hem te zien, toen hij hierheen kwam. Ja, dat soort dingen ontwikkelt zich in stilte. Ik herinner me nog heel goed de dag. Nu al bijna 6 jaar geleden. Als je bedenkt dat hij het nog zo lang heeft uitgehouden. Wat? Nou ja, ze hebben het hem natuurlijk wel moeilijk gemaakt. Oh, juist, natuurlijk, ja. Hij heeft zich niet willen aanpassen. Dat ook, vanzelfsprekend. Eerst heeft hij zich overal opgedrongen. En daartegen verzetten zich de mensen natuurlijk. Ik zou willen zeggen, de gezonde instincten verzetten zich tegen alles wat aan hun wezen vreemd is. Hij heeft zelfs een klederdrachtkostuum gekocht. Als een soort mimicry? Ja. Juist. Om zo te zeggen als camouflage, om zich in te dringen. En s'avonds wilde hij altijd bij de burgemeester aan tafel gaan zitten, alsof hij erbij hoorde. Dat is immers een eigenaardigheid van dat ras. Ze proberen zich onmiddellijk overal aan te passen. Dat vind je bij alle parasieten. Ras? Was hij dan hoogstwaarschijnlijk? De burgemeester heeft ook gezegd, hij heeft iets dergelijks over zich. Iets wat vreemd is aan onze aard. Dat merkt de gezonde intuïtie van het volk. En verzet zich daartegen. Maar dat hij het zo lang hebt uitgehouden. Ja. Sommige mensen hebben een dikke huid. Of hij heeft het er direct op aangelegd. Te verwachten was het van hem. Van hem wel. Dat zit al in het ras. Ze moeten overal onrust stoken. Zeker, er bestaan mensen die als bacillen werken. En dan ettert het natuurlijk tot de bacil weer is uitgestoten. Dat is heel natuurlijk. Die lui kunnen zonder strijd helemaal niet leven. Die hebben dat nodig, zoals een andere borrel. Dat is nu eenmaal hun noodlot. Tja, die komen al zo op de wereld. Zie ik al op school. Sommigen zonderen zich af. Spelen niet met de anderen. Ja, jong geleerd. Die kleine Krauser bijvoorbeeld. Die plagen de anderen ook altijd. Om zijn been en omdat hij stopt. Natuurlijk. Het gezonde bloed stelt zich te weer, juffrouw Annie. Mm-hmm. Een levend bloed. Dat leren ons de kippen al. De zwakke wordt weggepikt. Onnutte eters. Alles wat schadelijk is, wordt uitgeroeid door de natuur zelf. Het leven laat zich niet ongestraft. Nee, dat laat het zich niet. Volkomen juist. En naar de kerk is hij ook niet gegaan. In elk opzicht heeft hij zich afgezonderd. En dan heeft onze lieve Heer het hem betaald gezegd. Mm-hmm. Zo verricht zich alles op aarde. En werken wou die ook niet. Dus een typische parasiet. Een dar, om het zo maar eens te zeggen. Heel juist. En darren, dat leren ons de bijen al met hun hoogontwikkelde samenleving. Darren hebben geen recht om te blijven leven. Omdat het, om zo te zeggen, om leven gaat dat onwaardig is om geleefd te worden. Vanzelfsprekend. En niemand heeft hem ook willen hebben om te werken. Ik weet nog hoe die overal is wezen vragen. Omdat het aan hem te zien was dat hij hoe dan ook niet geboren was om te werken. Dat voel je altijd op de een of andere manier. Intuïtief zou ik willen zeggen. Vooral het eenvoudige volk.
met zijn onvervalst, ik zou eens willen zeggen, zijn oerweten. Zoals de filosoof al zegt. Juist. Ja. Maar, neemt u me niet kwalijk, toen ik hier aankwam, had u het over passiespelen? Ja, ja, daartegen heeft hij zich ook altijd verzet. Zijn kruis op te nemen. Karel, hebben we eerst op de pijnbank moeten leggen. Wat? Oh, ik heb het spel dienovereenkomstig veranderd. Omdat hij zijn kruis niet vrijwillig op zich wilde nemen, moest hij natuurlijk een ketter zijn die met geweld tot rede gebracht wordt. Dat komt ervan. Ja, wie niet horen wil, die moet natuurlijk voelen. Sommige mensen opponeren nu eenmaal tegen alles, tegen elke zede en elk gebruik. Hij heeft me ook altijd zo aangekeken. Echt onfatsoenlijk. Dat komt er dan ook nog bij. Ze proberen nu eenmaal op alle manieren het volk te bederven. Maar Karel heeft het in betaald gezet. Het zou bijna rassenschennis zijn geweest, zoals die me heeft aangekeken. Gelukkig beschikt het eenvoudige volk nog over voldoende natuurlijke afweerkrachten die aan ondermijning weerstand bieden. Oh ja, dat is een groot geluk dat dit in zekere zin nog gezonde leven, dat hier behouden is gebleven, aan die duistere, vernielende krachten weerstand weet te bieden. Zoals ik dat al in een kleine novelle heb uitgewerkt. Ach zo. De duivel van Gomorra, als ze die kennen. Nee, tot mijn spijt niet. Die is in der tijd in de heembode verschenen. Ach zo. Ik heb het 2 keer gelezen. Zo mooi was het. Daar komt ook iemand ergens vandaan. Een vreemdeling, natuurlijk. Uit de grote stad. Hoewel dat niet wordt gezegd. Maar dat weet je dadelijk. Dat moet met opzet open blijven. U wilt in zekere zin het type op zichzelf. Juist. Het gaat immers altijd om het typisch, zou ik willen zeggen. Ja, ja, dat verschaft aan het kunstwerk pas zijn waarde. Natuurlijk. Mm. En het is van geen belang of de duivel nu verschijnt in de gestalte van een zigeuner of als communist. Dat is bijzaak. Van belang is dat het de duivel is. Het vreemde principe, om het zomaar eens uit te drukken. Een figuur waarin het wezensvreemde, dat wat afgewezen wordt, tot uitdrukking komt. Waarbij deze figuur ook de eigen verzoekingen van het volk op zich moet nemen, als ik het goed begrijp? Zeker, het gaat toch in zekere zin om de verleider? Ja, het dan ook meteen de meisjes verleid. Maar ze hebben hem bestaan? Nee. In de novelle geef ik juist aan wat er van komt als de verleider niet onmiddellijk wordt herkend. Anders is het ook een vervelend verhaal geweest. Dat zeker. Het conflict moet uitgevochten worden, wil de reiniging plaatsen. Precies. En je kunt het je ook beter voorstellen, hè? Ik heb het allemaal echt meebeleefd. Dat moet ergens. Zoiets vreemd stel ik me altijd reuze opwindend voor. Ja, daarin ligt het gevaarlijke van die verleiders. Mm. Ze trekken profijt van hun andere geaardheid. Misbruiken de op zichzelf heel natuurlijke nieuwsgierigheid van deze onschuldige mensenkinderen zonder schaamte of scrupules. Maar later hebben we moeders geleerd. Vanzelfsprekend. Het volk lacht zich er immers niet ongestraft. Nee, dat zeker niet. Ten slotte hebben ze hem gestenigd. De jongens. Die hij hun meisje had afgenomen. En de meisjes ook. Omdat ze zijn toch alleen maar door hem in de luren verlegd. En ieder van hun die wat met hem heeft gehad, die heeft de anderen niet meer aangekeken. Maar tenslotte wreekt zich op aarde natuurlijk alle. Ja, ja, dat is de wet van het leven. Die gelukkig genoeg bij ons nog zijn volle geldigheid heeft behouden. Zoals ik al zei, een stukje gezonde wereld dat u hier bewaard heeft. En niet op de laatste plaats doordat wij aan onze gebruiken vasthouden. Zoals bijvoorbeeld ook de passiespelen bij het volk. Steeds weer wakker roepen wat nu eenmaal, wat het leven nu eenmaal is. Juist. En achteraf voel je altijd zo prettig. Dat is net zoals als wanneer je ruzie met iemand hebt, hè. En je krijgt later toch gelijk. Of als twee meisjes dezelfde vriend hebben en hij sterft de ene. Of hij gaat dood. Dan kunnen ze erbij leggen. U bedoelt, juffrouw Annie bedoelt, dat je dan verlost bent van een zekere onrust. Ja, ja. Of het kraakt 's nachts steeds in huis. En je weet niet wat het is. Dan vraag je al door maar af wat het is en je kunt niet meer slapen. Tot je de rustverstoorder te pakken hebt. Ja. Of je bent ziek en je weet niet hoe dat komt. En dan merk je wie je behekst heeft. Juist, u bedoelt, je hebt dan een schuldige gevonden. Volkomen juist. Dat verlangt een eenvoudige ziel nu eenmaal.
Een geheel oorspronkelijk gevoel voor rechtvaardigheid, zou ik willen zeggen. Dat naar een zekere orde in de ontwikkeling van de wereld verlangt. Ja, natuurlijk. Ja, zo bezien heeft het geloof aan heksen een absoluut opbouwende functie. Waardoor de moderne verlichte wetenschap helaas geïgnoreerd wordt. Tot grote schade van onze cultuur, van ons hele leven. Dat door de natuur veel wijzer is ingericht dan het wetenschappelijk berekenend verstand droomt. Oh, zeker. Juist ik als antropoloog moet u daarin bijvallen. Dit soort dingen is beslist niet met het verstand te bevatten. Nee, nee. Alleen het eenvoudige, onvervalste gemoed komt er door het gevoel achter. Stellig. Zegt de burgemeester ook altijd. Natuurlijk. Elke kat heeft zijn muisje nodig, mevrouw. Dat is nou eenmaal zo. En voor de jacht is wild nodig. Anders weet je niet waarop je moet schieten. Ja. Dat is heel waar, ja. Een kat die geen muizen vangt, wordt dik. En traag. Ja, en tenslotte gaat hij dood. En in jeugd, die niet een beetje wild is, is eenvoudigweg zwak, decadent. Ja, ja, dat wel, ja. Als jonge kerel mag je niet zo preut zijn. Maar hem in zijn nachthemd de straat op te jagen. Oh, mijn hemel, een grapje, mevrouw. We zijn toch allemaal jong geweest. Ja. En zo hebben de meisjes tenminste eens gezien hoe zo iemand er in zijn nachthemd uitziet. Ja, die hebben er schik in gehad. Ja, nou weten ze tenminste dat hun jongens wat durven. Natuurlijk. En wie een echte kerel is, die wil zijn meisje tenslotte ook laten zien dat hij pit heeft. Ja. Of zou u met iemand omgaan die niks durft? Oh, ik zeker niet. Nou, ziet u wel. En als de grapjes eens een beetje ruw zijn, dan pleit dat alleen maar voor de gezonde, voor het kernachtige, het oorspronkelijke. Dat wel, ja. Wel, maar bovendien is hij zelf schuld. Dat is hij. Ergens is het allemaal steeds een kwestie van oorzaak en gevolg. Wie geen aanleiding geeft, wordt ook niet vervolgd. Juist. Recente onderzoekingen hebben zelfs aangetoond dat bijvoorbeeld bij aanrandingen uitsluitend heel bepaalde types als slachtoffer in aanmerking komen. Oh. Jazeker. Er is daarbij altijd sprake van een zekere geheime bereidheid van de kant van het slachtoffer. Natuurlijk. Zodat er eigenlijk helemaal geen kwestie meer is van een slachtoffer, maar omgekeerd het zogenaamde slachtoffer verleidt hij. Eigenlijk de andere. Stel je voor. Ja, 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 zo is het. En dat betekent niet de dader behoort bestraft te worden, maar van rechtswege de ander, de geheime verleider die de daad eerst provoceert. En of? Net zoals alleen maar heel bepaalde typen bij ongevallen betrokken worden. Heel juist. Zo'n meisje wacht er alleen maar op. En dan is later de man schuld. Dat komt voor. Statistisch bewezen. Ja, ja. Ja. Net zoals op de hele wereld en in alle tijden altijd alleen maar bepaalde groepen vervolgd zijn geworden. Daar zie je al aan dat ze ervan zelf schuldig zijn. Altijd. Wie kaats kan de bal verwachten. Heel juist. Oh. En bepaalde lieden leggen het er bijna op aan dat ze, dat men hun... En dan is het hun eigen schuld. Zoals ik al zei. Ja, anders zou niemand wat doen. Waarom zouden ze ook? Wie zich aanpast aan de volksgemeenschap en bijhoort, die heeft niets te vrezen. Oh, nee. Dat is juist het mooie, dat op deze manier de gemeenschap, ik zou willen zeggen, aaneengesmeed wordt. Net zoals de soldaat dat aan het front ondervindt. Dat sterke, veiligheidgevende gemeenschappelijk beleven in een wereld vol moord, bedreiging en gevaren. Hoe daar de een achter de ander staat en alle kleine privéverschilletjes zwijgen ten overstaan van de gemeenschappelijke vijand. Ja. Ja, dat is iets prachtigs. En zo is het niet alleen daar, maar ook hier. Overal een eensgezinde gemeenschap, een hecht aaneengesloten tegen de vijand van binnen en van buiten. Ja, tegen het beest in ons. Ook dat, zeker, zeker. En waar zou je dat beest in ons beter kunnen overwinnen dan juist in de strijd tegen een gemeenschappelijke vijand? Ja, dat klopt wel. Altijd. Alleen daar, waar zich allen rond een gemeenschappelijk vaandel scharen, ontstaat die eensgezinde, gesloten groepering die de naam gemeenschap verdient. Dat heeft u echt mooi gezegd. Ja. Echt als een dichter. Net zoals in de heenbode. Nou ja, deze dingen zijn ook altijd in wezen poëtisch. Een oeroud lied dat van de voorvaderen tot ons is gekomen. En dat niet verstandelijk is te begrijpen, maar slechts visionair te voelen is. Zou ik willen zeggen. Dat is waar. Ja. Waar hij nou weer zit. Anders kwam hij s'avonds toch altijd even aanlopen. Hij zal wel gemerkt hebben dat hij niet welkom is. Voor Karel is hij geweldig bang.
Die heeft onderlaat zijn tongklem op hem willen proberen. Altijd grapjes in zijn hoofd, die Karel. Ach, wat moet hij ook anders doen? Hij heeft toch verder niemand bij wie hij hem proberen kan? Ja. Maar toch is hij s'avonds altijd even aangekomen. Zij zullen wel weer zijn deur gebarricadeerd hebben. Of zoiets. Dat is mogelijk. Ja. Karel heeft er straks ook de grote pan meegenomen. Oh. Daar zijn ze weer wat van plan. We zullen het wel horen als hij komt. Wat ziet u eruit? Goeie hemel, u bent helemaal zwart. Ze hebben me die lummels. Nou bent u net een echte zwarte man. Nee maar. Dat vind ik zeker nog leuk ook, hè? Ik zou me dood kunnen lachen. Ze hebben vrouw. Komt u eens gauw kijken. Die mist is niet eruit. Mijn naam is Schmid. Dokter Constantin Schmid. Hoe vaak moet ik u dat nog zeggen? Voor ons bent u de nieuwe Mieske. Dan moet u toch eens kijken, mevrouw. Wat is er aan de hand? Daar hebben ze een echte zwarte man van hem gemaakt. Oh, hemel. Dat vindt u zeker grappig, hè? Ah, die jongens hebben gewoon een lolletje met u uitgehaald. Daarom hoeft u zich niet meteen zo op te winden. Zo, was het toch weer af. Daar gaat het niet om. Nou, van ons mag u zo blijven rondlopen als u het leuk vindt. Gisteren hebben ze voor mijn deur draden gespannen. Draden, ik viel lang uit op de grond. U zult wat te veel gedronken hebben. Gedronken? Heeft u mij alles zien drinken? Er zijn er die dat stiekem doen. Gods. Dat is gewoon ziekelijk van u alles te verdraaien. Ze verdraait toch niks? En ziek ben ik ook niet. Omdat de moeder ben ik zeker wel competenter dan u. Heb je toch gehoord, mevrouw? Ik en ziek. Voordat Annie ziek is, zijn er nog wel anderen aan de beurt. Die indruk heb ik ook niet. Die politieagent bijvoorbeeld. Sjaart, ah, die is zo gezond en die knecht van u ook. Bij u zijn ze zeker allemaal ziek. Alleen hij zelf is gezond. Ja, dat ben ik zeker. Maar soms, als u hoort praten, nou, wat u allemaal vertelt. U gelooft me zeker niet, hè. Wat u allemaal zo vertelt. Zo, en dat ik hier zo voor u sta, dat zegt u helemaal niets. U zult zich niet gewassen hebben. Dat zal het wel zijn. Nee, wat, dat is toch... wilt u mij nou soms... Lacht u me soms nog uit? Moeten we soms huilen? Maar als ik u vertel wat er is gebeurd, gelooft u het gewoon maar niet. U kunt zoveel vertellen. Zo, dat wordt steeds fraaier. Maar wacht, komt u mee? Komt u mee en kijkt u zelf hoe het er bij mij uitziet? Daar hebben we geen tijd voor. Ik moet nou het eten opzetten. En ik moet glazen spoelen. Ja, dat is wel gek, hè? Geen mens heeft tijd. De politieagent staat voor het raadhuis. Hij staat te dikse. Hij rookt. Mag hij dat soms niet? Dan gaat dat niet om. Maar als ik hem vraag weet te gaan, heeft hij geen tijd. Denkt u soms dat hij er alleen maar voor u is? Wie zegt dat? Ik heb alleen maar gevraagd een proces van op te maken, omdat ze mij hebben aangereden. Dat heeft u gedroomd. Ja. Ja, maar twijfelt u soms aan mijn verstand? Helemaal goed dat u vast niet. Hoe komt u daarbij? Als u zulke dingen vertelt. Het is toch gebeurd? Mij is zoiets nog nooit overkomen. Nou, dat zegt toch niks. En de burgemeester ook niet. Vraag het maar eens zelf. Daar komt hij, hè? Ah, goed dat ik u tref, burgemeester. Kort. Een pilsje, Annie. Ja, burgemeester. Burgemeester. Ziet u eruit? Burgemeester, ze hebben... Hij heeft zich als zwarte man vermomd. Alsjeblieft, laat me met de burgemeester praten, wilt u? Kantooruren van 9 tot 11. Dus middags van... Ik ben straks op het raadhuis geweest en hebben ze me verteld dat u niet te spreken was. Dan ben ik waarschijnlijk ook niet te spreken geweest. De burgemeester heeft toch zeker meer te doen dan de hele dag met u te bekken. U praat over de hele dag. Bovendien heb ik helemaal niks gevraagd. Doet u toch opgewonden, meneer... Mijn naam is Schmid. Dokter Constantin Schmid. Er is toch geen reden om te schreeuwen. Wie schreeuwt heeft altijd ongelijk. Wilt u alsjeblieft uw mond houden? U zou eens naar de dokter moeten gaan. Naar de dokter? Denkt u dat ik gek ben? Nou ja, als ik zo hoor... Een mens hoort zoveel. Net als die Mieske, hè? Maar die is net zo begonnen. En mij begint er niets, als je dat eraf houdt. Nee, die is al begonnen. En ik heb u niet gevraagd, ik kwam met de burgemeester. Maar niet met u? De kantooruren van 9 tot 11. Dat weet ik. Dan moet u zich daar ook aan houden. Maar niet als het om dingen gaat die geen uitstoot kunnen leiden. Die bestaan er bij ons niet. U vindt u zelf veel te gewichtig? Net als Mieske. Die heeft ook altijd gedacht dat alles om hem draait. Laat toch eindelijk die Mieske met rust. Die kerel laat me volkomen koud. Ja, maar ons niet. We hebben het tenslotte 6 jaar lang moeten verdragen. Of hij u? Ja. Dat ook. Zo langzamerhand begin ik te denken dat die Mieske... dat die Mieske helemaal niet de schuldige partij is geweest. Nou, vreemd was hij wel. Maar niet zijn schuld, dat klopt. Toch was hij vreemd. Ja. En dat is voldoende om die man gek te maken. Wij hebben hem niet gek gemaakt. Zoiets zit er altijd al in. Heeft meneer Pastoor zelf ook gezegd. Ach, die pastoor van u, wat weet hij daarvan af? U bent ook al tegen de kerk. Wat heb ik... Bovendien weet hij meer dan u. Hij heeft het ons namelijk duidelijk uitgelegd. De duivel verstopt zich gewoon in iemand. In een gebochelde of zo. Het liefst in een vredeling. Ha, en dat vertelt u, pastoor? Die is zeker niet goed bij zijn hoofd. Zeg, ik moet u waarschuwen, hoor. Let op uw woorden. Dat is godslastering. Een zakelijke constatering. Ja. Dit is een eclatant geval
Van... En nou weet hij het niet eens. Ja. Ten slotte ben ik docent voor antropologie en als zodanig... Dat met die auto klopt ook niet. Met welke auto? Waarmee u bent aangekomen. En ineens was hij weg. Ik ben met een auto aangekomen. Weet u dat niet meer? Nee, daar ben ik niks van. Ziet u wel? Zo hoeft u zich ook niet te verwonderen dat we niks meer geloven. Nou, wat heb je... Goed, ik zal me legitimeren. Oh. Ik zal me legitimeren, alsjeblieft. Ja. Ogenblikje. Ja. Ogenblikje. Hey. Waar heb ik nou? Nou. Laat u maar eens kijken. Dat ik aan het zoeken ben. Dat trucje kennen we. Dat haalt iedereen uit die zijn vertering die wil betalen. Ja, of die geen legitimatie heeft. Ik heb thuis gelaten. Net zoals laatst met het geld. Dan heeft hij zijn vertering niet betaald bijna. Zo? Waarom? Ik heb u dadelijk uw geld gebracht. Maar eerst had u niks. Nou, u hebt dat gekregen. Ja, toen Karel met u mee naar huis is gegaan en met zijn toonklem gedreigd heeft. Wacht u toch niet zo'n onzin. Ja, waar hebt u nou die papieren? Ik zal ze halen, als u erop staat. Ja, haalt u ze maar gerust. Nou, goed dan. Dan ben ik eens benieuwd wat hij zal zeggen. Hij heeft er namelijk geen meer. Wat, nee? Nee, ze hebben ze meegenomen en daarvoor in de plaats van papiertjes een portefeuille gestopt. Ik ben de nieuwe Mieske. Oh. Dan weet hij tenminste wie die is. En een plaatje erop geplakt dat Tony zelf geschilderd heeft, dat hij kan zien hoe hij eruit ziet. Oh, dan zal hij meteen weer naar Scharfval. Ja, en dan moet hij hem opsluiten, omdat hij geen papieren heeft. Dat is eigen schuld. Dan loopt hij ook altijd direct naar de politie. Dat zeg ik ook. Als iemand niet tegen een grapje kan. Natuurlijk, nou, ik stap op hoor. Anders komt hij weer terug. Schrijft hij me de horen van het hoofd. Toch eens benieuwd wat hij zeggen zal. Misschien hebben ze alweer wat anders met hem uitgehaald. Jazeker. Toen ik mijn kamer binnenkwam, daar ging ik mijn pak opgevuld als een pop aan het raam, alsof ik me had opgehangen. En toen hebben ze me een egel. Jazeker, een egel. Een arm op schonder dier. Raamt u een warstaal uit? Ach, geen wonder bij alles wat er hier gebeurt. En dan zegt u nog dat de anderen gek zijn. Dergelijke bozaardigheid valt toch immers niet anders te verklaren. Wie heb ik tenslotte een reden gegeven? Dat moet u zelf weten. Maar ik heb niemand een reden gegeven. Dan zou niemand u iets doen. Ach, u verbraait de zaak helemaal. U zegt altijd dat het de schuld van een ander is, maar die is altijd de schuld van iemand zelf. Zo, dat ook nog. Nou, ben ik degene die... De andere soms. Natuurlijk. Het zeggen alle gekken, dat andere gek zijn. Ik ben niet gek, onthoud dat alsjeblieft. Dan beheers u zich liever, anders gaat het met u net zoals met Mieske. Met mij niet. Dat wil ik u wel zeggen, niet met mij kunt u zich dat niet veroorloven. Ah, ga weg. Ja, als u denkt dat u mij, dan hebt u zich vergist. Ga weg, anders zweef ik. Maar voor mij wat kunt u roepen wie u wilt, hoor. Karel, u zult mij nog leren kennen. Karel! Ja, en die Karel van u ook. Karel! Van een hele andere kant. Wat is er aan de hand? Hij gaat met de lijf, Karel. Zeg, vriend. Ach, klets. Hij is bepaald gevaarlijk. Ik ben hier helemaal niet te lijf gegaan. Als je maar met je poten van Annie afblijft. Hij heeft het op mij gemunt. Hij had het bijna om zeep geholpen. Onzin, ik was een beetje opgewonden. Geef me dat voetblok eens aan. Dan zet hem vast. Ik waarschuw u, ik waarschuw u. Gaat gewoon schuin voor zijn mond bijna. Blijf met je handen van me af. En dan kom je aan de schandpaal. Als je hart in je lijf hebt, boerenkikkel. Daar smeert hij hem. Zo'n laffe hond. En door de keuken. Hé, daar heb je niks mee te maken. Wees voorzichtig, Karel. Er liggen daar vleesmessen. Zie je wel, hij heeft er al een. Die krijgen we nog wel. Zal ik Sjaard van halen? Ja, en de brandweer. Wat is dat hier voor een herrie? Het is Mieske. Ja, hij heeft ze verzand. In de keuken. Met het lange vleesmes. Goeie genade. Ja, hij had gewoon schuim voor zijn mond, bijna. En hij is Annie te lijf gegaan. Als ik niet was gekomen, had hij er om zeep gebracht. Is dat niet waar? Heb je ooit zoiets gehoord? Zo eentje mochten ze niet vrij laten rondlopen. Zo ben je leven niet meer zeker. Omdat er geen doodstraf meer bestaat. Nou denken ze dat ze zich maar alles kunnen permitteren. Oh, het is toch verschrikkelijk. Oh, pas op, Karel, dat ik niet door de gang kom. Ja, Karel, ja, wees voorzichtig. Zo bed is dat alles inderdaad. Je gaat nou arm opmaken. Dat heb ik meteen hem gezien straks. Dat het nou losbreekt. Loop eens vlug naar Sjaard. Ja, laat hem dadelijk komen. Ja. En laat hij de brandweer alarmeren. Daar beginnen wij vast. Maar wees voorzichtig dat je hem niet tegenkomt. Misschien is hij niet eens meer in de keuken. Ja, misschien is hij hem gesmeerd. Zou net iets voor hem zijn. Zo'n laffe kerel. Nou, ik ga eerst eens kijken. Ga niet naar binnen. Ja, misschien staat hij achter de deur. Over hem kan je alles verwachten. Roep eens op straat, Annie, dat er iemand komt helpen. Wat zal ik ze geweer meebrengen? De burgemeester ook. Ja. Dan jagen we hem op tot we hem hebben. En dan komt hij in de hongertoren. Daar hoort hij thuis ook. In de kerker beneden. Tot hij zich ophangt. Net als Mieske. Maar hem snijden we niet los. Denk jij dat hij zich ophangt? Als hij niet te laf is. Als hij een beetje karakter heeft. Karakter?
Dat kunt u van zo'n kerel toch niet verwachten, mevrouw. Nou zegt hij nog dat wij hem ertoe gedreven hebben. Ah, dat gelooft toch geen mens? Natuurlijk niet. Bovendien zijn we allemaal getuigen geweest van de ware gang van zaken. Lieve hemel. Hoe die daar ineens met dat mes over de binnenplaats holde. Ik dacht, nou is het gebeurd. Gelukkig kwam Scharf nog net op tijd. Want toen heeft hij het gauw weggegooid. Natuurlijk. Ja, voor Scharf heeft hij respect. En toen heeft hij gezegd dat hij zich onder zijn bescherming stelt. Dat is toch wel het uitgekookste van de hele zaak. Ja, daarmee wou je het omdraaien. Maar Scharf heeft er niks wijs laten maken. Die kennen ze mensen. Zou die nou ook in een inrichting komen? Dat is heel best mogelijk. Hij is er al heen gebracht. Om onderzocht te worden. Dan blijft hij er ook. Dat zie ik ervan komen. Wat ik altijd al gezegd heb, vandaag de dag genieten de misdadigers zelfs nog bescherming. In plaats dat ze hun gerechte straf ondergaan, worden ze nog op onze kosten verplicht. Ja, zo ver is het gekomen. Dat je daar nou niks aan kan doen. Wat wilt u eraan doen? Ja. Dat is nou eenmaal de democratie. Mooie democratie. Ja. En dan beloven ze voor elke verkiezing dat de doodstraf weer ingevoerd zal worden. En wat komt ervan? Niks. Omdat de politici dit soort dingen stiekem in de hand werken. Ja. Een en al bedrog. Ja. Dat is het allemaal. Ja. Dat is het, ja. Wat is er vandaag op de tv? Zal er weer zoiets onmogelijk zijn, net als gisteren? Nou, ik zou toch willen zeggen... Annie! Ja, vrouw? Annie, wat is er op de tv? Oh ja, dat is altijd heel aardig. In ieder geval is het niet zo ondermijnend als sommige andere dingen. Ja. Dat is altijd leuk. Ik vind het altijd grappig als die elkaar in de haren zitten. En op slot verzoenen ze zich ook altijd weer. Ja, dat is de zin van het kunstwerk. Een harmonie aan te wijzen, zou ik willen zeggen. Of erin te scheppen. Met andere woorden... opbouwend te werken.